Stan, jij gaat meespelen in een online assisezaak. Ja. Heb jij daar ooit al mee te maken gehad met een assisezaak op de een of andere manier? Ben je al eens opgeroepen om te getuigen, bijvoorbeeld? Nee, ik ben... ik ben wel eens in de rechtbank in Tongeren, heb ik wel eens in het beklaagde bankje gezeten, maar dat was voor de Rijk Zuidflank. Tot dan had ik nog nooit eigenlijk een rechtbank langs binnen gezien. Maar ik ben, los daarvan, in real life nog nooit in een rechtbank geweest, moet ik toegeven. Het lijkt me ook heel indrukwekkend, innemend ook. Ik snap dat mensen daar met hun mond vol tanden staan of zo. Ik heb natuurlijk wel met het gerecht, vorig jaar ben ik wel met het gerecht in aanraking gekomen, omdat men een strafbaar feit gepleegd had jegens mij. Maar dat was in een klein kamertje bij de politie, dat had eigenlijk tot dan nog niks met een rechtbank te maken. Dus nee, ik heb geen ervaring tot nu toe met de rechtbank. Mm-hmm. Als James Cook jou belde om mee te spelen in Assize, wat was jouw eerste reactie toen? Graag? Ja, dat is goed. Wanneer doen we dat? Ja, jawel. Ik kende het concept uiteraard. En ik kende ook de vaste waarden. Dus mijn reactie was, fijn dat jullie aan mij denken. En stuur maar eens een scenariootje op. Ja, graag. Was inderdaad mijn eerste gedachte. En dat is heel snel gegaan dan. Eigenlijk, wat heel fijn is. Ja, en hoe zag dat scenario eruit? En ik bedoel dan niet fysiek, maar inhoudelijk? Wel ja, alles kan ik er natuurlijk niet over vertellen, Peter. Maar, wat maakt zoiets interessant is als de uitdaging groot genoeg is voor mij, wordt het al meteen een pak interessanter of zo. En in die zin was het iets wat ik nog nooit gedaan had, omdat Assize Online is, in tegenstelling tot die in het theater, je spreekt je publiek toe, dat is hetzelfde, maar het publiek bij de online zit daar, hè. Dus aan de andere kant van gegeven, omdat je dus heel de tijd in die camera moet spreken, namelijk tegen de jury die thuis aan de computer zit. Dus dat is een beetje een raar gegeven, omdat voor ons acteurs de camera er niet is, simpelweg. Of in een theater heb je de mensen, die er nu ook niet zijn. Dus dat maakte het voor mij allemaal interessant. En ik wou dat heel graag doen. En het was heel fijn ook. Mm-hmm. Jouw personage? Corona-proof, dus ik heb niet heel veel volk gezien. Maar toch wel een aantal mensen die meewerkten. Nee, het was een leuke ervaring. Ja. Wat heeft jouw personage nu precies? Allemaal. Wat zeg je? Nee, is niet waar. Ik zei, op het einde sterven ze allemaal. Wat heeft jouw personage mispeuterd? Of niet? Wat zeker is, is dat... hij is de beklaagde. Dus er is een goede reden dat hij daar zit. Namelijk een van zijn collega's. Die bij hem aan het stad werkt, zeg maar. Stedenbouw. Die is dood. Door een fatale messteek. De vraag is... Heb ik dat gedaan of niet? En als ik dat al gedaan heb... wat zijn de omstandigheden voor bedachte raden en zo? Ja, dat hoort er allemaal bij. Dat is zoals het dan gaat in een rechtszaak, in een moordzaak. Er zijn een aantal omstandigheden natuurlijk. Het slachtoffer, dus de oud-collega van mij, blijkt iets gehad te hebben met mijn zus, met ons Sylvia. Iets gehad is een groot woord. Er is sprake van een verkrachting, Peter, en dat is nooit goed. En dat beïnvloedt... Dat is een van de omstandigheden die heel die zaak beïnvloedt. En meer kan ik er niet over vertellen, want dan ga ik dingen lossen en dat is niet leuk, natuurlijk. Ga je de rechtszaak nu ook zelf online volgen en de reacties daarop? Ik ga ze volgen, ja. Ja. Ik ken het, moet ik toegeven. Maar ik ga wel volgen. Ik ben
Ja, ik ben benieuwd naar de pleidooien en zo. En naar nog getuigenissen die ik gelezen heb, maar niet gezien. Dus ik ga wel volgen.